Wauw, dat ziet er mooi uit. Kijk eens wat ik hier heb. Een levende deegmassa. Het is een soort monster eigenlijk. Ik ga een brood bakken, een focaccia. En dat recept daarvoor heb ik geleend van een bakker uit New York. En die heet Jim Lay. En die heeft een brood ontwikkeld en dat heet het No Knead Bread. En dat heet zo omdat je het niet hoeft te kneden. En omdat ik toch wat lui ben aangelegd, bevalt mij dat wel, dat concept. Ik heb het een beetje doorontwikkeld en ik ga er dus nu een ander soort brood van bakken dan hij doet. Waarom hoef je dat brood niet te kneden? Dat komt omdat het brooddeeg met gist moet gaan werken. Dat gist moet zich ontwikkelen in dat brood. En er moet een verbinding ontstaan tussen een eiwit in dat meel en dat heet gluten. En dat gluten-eiwit, dat ontwikkelt zich alleen maar. Dat moet een soort netwerkstructuur vormen. Dat zie je overigens ook hier, dat het een soort netwerk is. En dat doet het of door middel van kneden of het doet het ook vanzelf in een hele vochtige omgeving. En dit deeg, daarom zie je het zo bubbelen, dat is dus veel natter dan gewoon brooddeeg. Je zou het niet eens kunnen kneden als je zou willen, want daar is het veel te plakkerig voor. Nou, dat brood, dat deeg heb ik gisteravond gemaakt. En dat heeft nu 18 uur gerezen. Dat was eerst maar zo'n klein beetje. Dat is nu veel meer geworden. En in die tijd is dus een heel mooi netwerkje ontstaan. Ik ga trouwens wel even voordoen hoe je dat moet doen. Want ik wil trouwens morgen weer zo'n brood bakken. Dus ik laat eerst even zien hoe je het deeg maakt. En dan gaan we daarna deze bakken. Je hebt er 400 gram gewone witte bloem voor nodig. Je kunt elk soort huishoudbloem gebruiken die je maar wilt. En dan doe ik er nog bij 100 gram kikkererwtenmeel. Dat is meel gemaakt van gemalen kikkererwten. En dat geeft een hele volle, rijke smaak aan dat brood. Het hoeft niet per se. Je kunt dit kopen bij natuurvoedingswinkels. Als je het nou niet in huis hebt en je hebt meteen zin om dit brood te gaan bakken, dan kun je ook gewoon 500 gram witte bloem gebruiken. Een half pak dus. Dat gaat erin. Er gaat in een halve theelepel zout. En daar ga ik even een lepeltje voor pakken. Ik ben nooit zo heel precies met maten, maar bij broodbakken, eigenlijk bij elke soort bakken moet je wel een beetje precies zijn. Want als het brood te zout is, dan is het niet lekker. Zo, halve theelepel. En er gaat een halve theelepel gist in. En dat is dus heel weinig op zoveel meel. En dat je zo weinig gist nodig hebt, komt dus door die lange rijsttijd, waardoor er eigenlijk ook een soort verzuring plaatsvindt. Dus het is een beetje een kruising tussen een gistbrood en een zuurdesembrood. En dat komt de smaak ook ten goede. Halve theelepel. Het is echt heel erg simpel, hè? Je hebt dit binnen een minuutje heb je dit gemaakt. Ik roer het even een klein beetje door elkaar, omdat dat kikkererwtenmeel heeft de neiging om te gaan klonteren. Er gaan 2 eetlepels olijfolie in. En... Oh, mijn maatbeker. Er gaat 4 deciliter water in. Koud water. Nou, dus elke meelsoort is weer anders. Dus ik ga je laten zien hoe ongeveer de natheid van het deeg moet zijn. Als blijkt dat jij meel hebt wat meer vocht opneemt, dan kun je altijd ietsje meer water toevoegen. Maar wees voorzichtig, want het moet natuurlijk ook weer niet te nat worden. Ik doe hier nog een mini slokje bij. Water geeft een malser brood, dus het moet vooral niet droog zijn. Kijk, dit is ongeveer wat ik zoek. Nou, dit is het. Ik ga daar een folietje overheen doen. Dan ga ik morgen weer zo'n lekker focaccia bakken. Dat rijzen, dat doe je gewoon bij kamertemperatuur. Dat geldt eigenlijk voor de meeste broden die je smaak wilt laten ontwikkelen. Hoe langer ze rijzen, en dat gaat dus het beste bij niet te warme temperaturen,
hoe meer smaak ze krijgen. Dan ga ik meteen door met deze. Om te voorkomen dat het brood aan de bakplaat bakt, gooi ik er maïsmeel over. Dat ken je misschien wel van zelfgemaakte pizza's. Daar werkt dat ook heel goed voor. Dit is grof maïsmeel, polenta. En dat blijft dus niet zo erg kleven aan dat brood. Maar zorgt ervoor dat hij straks makkelijk loskomt. En dan, dat is de grootste uitdaging, hoe krijg je nou dit mooi op die bakplaat? Ik stort hem er eigenlijk gewoon op, zo vanuit die schaal. En daar gebruik ik dit ding mee als hulpje. Nou, tot zover alles oké. Maar nu wordt het echt lastig. Nu moet je dat dus uit gaan wrijven tot een mooie broodvorm. En omdat dat deeg zo ontzettend plakkerig is, wrijf ik eerst even mijn handen in met olijfolie. Dan gaat dat veel makkelijker. Kijk. Het brood mag voor mij wel een beetje een huiselijke vorm hebben. Dus niet helemaal perfect. En zo'n focaccia, daar zitten altijd gaatjes in. Dat mag je gewoon met je duim maken. Gaat er nog wat olijfolie over? Niet te veel. Zo. Gaat wat zout over. Ik heb hier redelijk grof zeezout. En verse rozemarijn. Als je van die mooie grote tak hebt, heb je eigenlijk aan de een wel genoeg. En dan kan die de oven in. Die heb ik voorverwarmd op 220 graden. Die moet al goed heet zijn als het brood erin gaat. In het midden van de oven zet ik deze op een half uur. Dan ga ik even checken. Ja, is helemaal goed. Ik ga hem die 5 minuten extra helemaal niet meer geven. Hij is perfect zo. Als je nu een keer een ander soort brood wil maken. Kijk, door dat maïsmeel is die helemaal niet gekleefd aan de onderkant. Als je nou een keer een ander brood wil maken, dan kun je er bijvoorbeeld ook olijven op doen. Of oregano. Of je zou zelfs iets van uitgebakken spekjes of zo kunnen doen. Dat is ook heel lekker. Waar is mijn broodmes hier. Hij is heet. Ik ga nu een stukje eten. We eten hem eigenlijk vanavond bij de soep. Maar ik wil hem toch even proeven. En ook even aan je laten zien. Kijk, zo is hij aan de binnenkant. Heerlijk broodje en echt geen werk.